Ze pakken helemaal niet eens ons. Zijn ze nou bang voor ons of wat? Hey kijkers, Michael als Terms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe eierenoorlog. Ja, ik ben vandaag. Ik weet niet waar we heen moeten. Oh, volgens mij staat er hier ook eentje, toch? Ja, okay. Hier, daar achteraan. Okay, nee, hier, daar. Daar. Ik ben ook bij de Eierenal. Waar dan? Ja, links van je neus net. Ja, maar er is nog eentje hier. Kijk, hier. Ja, Er zit hier nog zo'n spanner. Nou, mensen, leuk dat jullie kijken. Ik ga vandaag even een potje doen samen met Eva. Waarom? Omdat we gewoon dat met z'n twee gaan doen. Haha. Nee, jij gaat het ei inbouwen. Wil je niet naar het midden alvast bouwen? Bouw maar vast naar het midden. Bouw jij maar vast naar het midden. Dan zet ik even beide gens op max. Want dan hebben we dat in ieder geval draaien. Dan kunnen we in ieder geval. Ik heb maar 13 blokken. Dus 13. 7, 6, 5. Ja, maar dan heb je in ieder geval een gedeelte gebouwd. Oké, ik ga nu dan mijn overige iron spenderen. Er zijn dus twee gens, hè, schat. Hou er rekening mee, ja? Ja. En ik... Oh, we hebben geen gold. Nee, dat klopt. Die ga ik nu halen voor je. Oeh, oké, wil jij vast een zwaard en dat soort dingen gaan maken? Ja. Voor jou of voor mezelf? Ja, voor jezelf. Want dan kan jij verdedigen. Ik ren nu naar het midden nog. Ik ben er bijna. Oké. Hop. Ik ga met jou verder. Ben jij de een van de eerste? Oh, iemand anders gaat via boven. Waar? Ongeveer. Tegenover eiland. Dus heel tegenovergestelde dus. Ja. Oké, nice. Zwaard. Ik ga in het begin schuin bouwen namelijk. Ik hoop dat dit snel gaat. Ik ben op het midden. Hoeveel diamonds moeten we hebben voor de eerste? Of voor de gold bedoel ik? Ik heb geen idee. 5 denk ik. Diamonds? Gold. Weet ik niet. Waar zit gold hier allemaal? Ik weet niet eens waar gold hier zit allemaal. Ik weet niet eens waar alle gems zitten hier. Beide buureilanden gaan nu ook naar het midden toe. Ze zijn er over 10 blokken bij je. De buren. Ja. Even kijken, waar ligt alles hier? Er is serieus maar 1 diamond gem en 1 gold gem. Ze zijn op midden. Ik zie het, ik zie ze. Oké, ik kom nu terug. Ik heb 15 goud, daar kan je wel obsidian van maken. Ja, pas op, die kant op. Oh, ga weg, joh. Hij zit achter me aan, volgens mij. Ja. Zit hij achter me aan? Ja, hij zit achter je aan. Oké, sla maar af, hè. Hahaha! Goed zo! Hier, kijk. Kan je meteen vol obsidian maken? Wacht even. Kun je heel eventjes hier blijven met checken? Ja. Dan kan ik hier, want straks komt er iemand naar ons toe. Ja, hier heb je ook de diamonds, die zitten boven. Oh ja, die kan ik nu nog niet aanzetten. Nee, maar dan heb jij ze voordat ik dood ga dan. Voordat ik gekke dingen doe. Ah nee, er komt niemand aan, oké? Okay? Ik kan wel nu spullen pakken, ja, toch? Je kan nu wel spullen pakken. Ja, nice. Even kijken. Oké, nu heb ik een volledige stack iron. Dat is super chill om te hebben. Trouwens mensen, het zou super tof zijn als jullie op een duimpje omhoog drukken. Woe! Met z'n twee spelen is echt stressen. Ja, zou ik een geheimpje verklappen? Nou. Oké, mensen, er komt deze week nog een prijsvraag. Voor een meet and greet, zodat jij Eva en mij kan ontmoeten aankomend weekend. Maar hoe we dat gaan doen, dat zul je nog zien. Want er worden echt toffe prijzen bij weggegeven. Maar hou heel goed mijn social media's in de gaten. Ik zal ze even bovenaan in de beschrijving zetten. Zowel Twitter als Instagram. Daar wordt de actie op gehouden. Maar ik ga het hier verklappen. Maar je bent er klaar trouwens? Vertel al je vrienden er al over. Tweet mij ook alvast. Dan kan ik zien wie hyped is. Ik ben bijna klaar. Ik vind altijd super leuk om dit soort dingen aan te kondigen. Sorry. Ook hyped. Neem wel je leukste Aquas eitje mee, hè? Nee. Oh my god, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Nee. Noep. Oké, ik ben ready voor attack. Kan jij die diamond upgraden? Ja. Oké, waar wil je dat ik eerst heen ga? Ik heb geen idee. Een huureiland. Oranje. Sowieso oranje. Dat is onze kleur. Die willen we als eerste veroveren. Als ik oranje heb, dan gaan wij meteen de brug van ons slopen. Ja, die mag meteen gesloten worden dan. Oké, ik ben bijna op oranje dan. Kom op. Oké, goed. Komt nou. Oké, hij komt eraan. Hij ziet mij. Goed, hier. Ja, red je dat in je eentje? Nu wel. Oh shit. Ze zitten met z'n twee op mij te hakken. Oké, lol. Doei. Kijk wat ze doen. Zit ze achter me aan? Ik heb geen idee. Ja, volgens mij wel. Ja. Heb je een ei kapot? Oh, nee, shit! Golden apples. Hij heeft gouden appels. Ja, deze groene. Oké, maar even verder. Oh shit. Hoezo is hij nog steeds niet dood? Weet ik veel. Hij gaat sowieso voor mij. Ja, tuurlijk. Komt niemand anders aan? Huh? Er komt niet. Oeh!
Oh! Nee. Hoe, ik viel benen van de brug af. Dus safe. Maak gouden appels voor jezelf. We hebben toch gevoel op zin in. Als jij gouden appels voor jezelf maakt en een boog, dan kan je gewoon lekker mensen sniperen. Dat is een goeie. Hey, oh shit, je hebt de Bubble Gold natuurlijk niet aangezet. Ja, jij hebt geen gold aangezet. Nee, anders had er geen full obsidian. Nice, oké, nou dan maak ik een zwaard en een pickaxe voor mezelf. En dan ga ik wel weer naar het midden toe, ja? Ja, doe dat maar. Oh, doe dat maar. Nu maak ik een kapot. Dan krijg ik weer alle klusjes. Okay. Komt er alweer iemand aan? Houd het goed in de gaten. Oranje gaat dus naar groen. Naar groen? Ja. Die hebben niet eens hun ei kapot gemaakt, maar oké. Ik vind het helemaal goed. Ze zullen wel denken dat ik daar zit. Ja, dat zou best kunnen. Dat ze fucking piss zijn van, oh, jullie hebben ons ei kapot gemaakt. Oranje komt nu naar ons toe. Oké. Hij heeft een iron chain. Iron chain, hij heeft chain chain. Zo, hij had chain. Nou, oké, wat ik kan doen is nu de brug van ons slopen. Ja, doe dat maar. Oké, wil jij dan? Is safe. Wil jij even naar Oranje toe gaan dan? Oh, bouwen? Okay. Moet ik eerst een blok kopen? Oh, weet je wat? Ik ga gewoon eerst groen uitschakelen. Ja. Dan is dat weg. Weet je, dan hoeven we ons daar geen zorgen. Mochten ze straks obsidian gaan plaatsen, zijn we zo hard te pineut. Dat is waar. Kijk, tada, dat bedoel ik. Nu mogen ze doen met me wat ze willen, maar ze zijn dood. Zou ik anders dan de brug slopen van ons? Zo, dat is de eerste die dood is van groen. Gatenkaas! Nee, ik sloop onze brug wel. Als jij zorgt dat jij naar de buren bouwt, dan vind ik het goed. Ik heb diamonds bij de huisje staan. Waarom? Ja, die ga ik niet in mijn inventory houden. Oh, zo. Ja, hoeveel diamonds heb je dan? 6. Oh, je kan de diamond gen upgraden. Ja, dat kan. Oké, groen bouwt niet naar ons toe. Mooi. Oh, dat is zo grappig om te zien dat mensen zo boos worden dat ze gewoon achter je aangaan. Zo van, en nu zal ik je krijgen, schavuit! En dan proberen ze te killen en dan hak je gewoon wat blokjes weg. Zo. Oké, nice, dan mag je weer terugkomen. En ik ga weer terug dan. Doei. Doei. Zo, hey. Oh, we kunnen gewoon niet zo agressief jij. Oh, we zijn een beetje safe nu. Nou, we hebben onze buren gekild. Dat hebben we goed gedaan. Ja, dat is een mooie tactiek. Zo, maar 2 diamonds. Moet ik even, hoeveel goud wil je hebben? Gewoon lekker veel goud. Nee, maar kijk even hoeveel goud je nodig hebt om dat ding aan te zetten. 5. Ja. Okay, ik heb 8. En hoeveel kost de tweede upgrade van goud? Dat weet jij ook. 10. Nee, dat is gewoon 10 diamonds. 10 diamonds al, meteen? Ja. Oh, dat is niet chill. Dan kom ik terug. Dan heb ik 12 goud en ook wat diamonds. Hey. Hey, diamonds. Ah, monkey is bang. Gekke aap. Dit is echt wel stressen met 2 man spelen hoor. Waarom? Gewoon goede tactieken bedenken. Als jij stressen. Ja? Als ik zei, als jij zorgt dat jij een pijl en boog hebt. Zo, deze gast heeft een diamond sword, gek. Waar ben jij? Ja, hier. Zie je mij? Zit hij achter me aan? Ja. Nog steeds? Nee. Oh, hun zijn pink. Wij zijn purple. Moet je even nadenken. Ja, die gast heeft een diamond sword. Kom even hierheen, want dan kan ik deze brug verdedigen. Kijk, hier. Diamond schout. Dank u. Dan verliezen we in ieder geval niet onze brug. Nope. Oké. Okay. Dan zijn we weer fucked. Oh, deze is verkeerd. Ze pakken helemaal niet eens ons. Zijn ze nou bang voor ons of wat? Oh, ik heb geen idee. Oké, nu komt hij hierheen. Goed zo, sloop de brug maar. Gewoon lekker doen. Doei. Hé, ik mis je niet, maat. Gewoon lekker doen. Oh, niet dat ze straks naar ons toe komen. Nee. Ik heb nu 8 diamonds. Oké, dan ga ik... Schat, kijk hoe perfect dit. Ik ben bij de villager, dus ik zie niet zoveel. Oh, zie je mij niet? Hier, check. Ik ben bij de villager, dus ik zie je niet. Zie je me nu wel? Ja. En groen bouwt ook naar boven. Hij heeft wel een diamond pickaxe. We moeten wel... Ik moet oppassen dat grijs... Oh, grijs die verstopt zich bij groen nou. Oh, groen die gaat naar onze brug toe. Groen? Ja, zo te zien gaat groen onze brug toe. Ik ben bang dat we dan daarna ook door grijs in de rug worden gepakt.
Hè? Wat? Schat, schat, groen is naar ons toe. Ja, ik zie het. Wat? Huh? Hij denkt dat het dit ei is. Ja. Wat de hel, waar gaat hij allemaal heen? Nou, lekker toch? Nee, is niet lekker. Ik zit te denken om golden apples te pakken. Ja, ga ik even doen. Oh, hij komt nu naar ons. Hij komt sowieso echt? Nu... Oh, ja, hij gaat sowieso nu naar ons toe rennen. Ja, komt-ie. Nee, niet. Nee. Huh? Ik pak even golden apples. Nee, maak een boog. Een boog. Ja, ik kan niet alles. Dan ga ik eerst boog maken dan. Maar ik heb niet genoeg diamonds. Ik moet er nog 2. Nou, nog 1. Kom op. Hij komt! Yes. Oh. Ja, ik wist het. Daar is hij al. Hij is al bij ons. Ja, hij heeft een diamond pickaxe. Zodra je maar blijft slaan. Wow, bijna. Oh, hey, er is nog iemand hier! Wat? Ja, die gaat ook bouwen vanaf groen. Oké, op wie moet ik focussen? Op hem? Ja, doe maar. Oké, dan focus ik wel op hem. Oh, hij gaat nu omhoog. Ik zei het al dat hij... Hij gaat op ons dak. Huh? Hallo? Ik wou net zeggen. Het stress. Een eraf kan staan zou het ideaal zijn. Dat heb ik gedaan. Waarom kan ik hem niet slaan soms? Grijs is er ook. Lol. Oké, prima. Lol? Ik breek de brug hoor, schat. Ja, doe maar. Oh, rekt! Oh! Nu niet meer breken. Ik moet ook nog komen. Kan je mij afbrouwen zodat ik naar jou toe kan? Nee. Kan je me even niet afbreken voor mij? Even bouwen, dan kan ik naar jou toe. Nee, ik ben nu even de dingen aan het pakken. Wat, een boog? Diamonds, ja, voor een boog. Ik heb hier nog 6 diamonds. Oh ja, ik kan nu wel een boog maken hoor. Nice. Oké, ik ben er. Ik kan in ieder geval zo springen. Punchbow. Wee. Cool. Nu moet ik nog eigenlijk gold hebben voor... Hier, pijlen heb ik ook... Nee, goud heb ik niet. Hier heb ik wel 6 diamonds, alsjeblieft. Hé, we hoeven alleen nog maar pink uit te schakelen. Ja, er zijn nog maar 2 gasten. Ik. Even kijken waar ze zijn. Moet ik ook een chestplate, een iron chestplate voor je maken? Nee, maak diamonds. Wow, we hebben al diamond gear, alles, gek! Uh-oh. Oké, laten wij ook even goed farmen. Holy shit! Hoe ziet een ei eruit? Ja, nee, dood. Heb jij een boog? Ja. Oké, want deze aap komt achter me aan. Dacht ik al, hij komt! Ik heb alleen niet genoeg pijlen. Schiet gewoon! Ja. Schiet gewoon! Ja, ik ben aan het... Schiet! Schiet! Ja! Doei, ja, aap! Haha, topper! Goed gedaan, schat! Ja, je moet niet mij laten stressen. Doei, aap! Ik ben bezig met het aimen. Sorry. Doei, aap. Faretto game. Ik weet niet wat het betekent, maar volgens mij heeft hij dorst. Wat? Ik weet ook niet. Ik denk dat het een drankje is of zo. Oké, dat is... Oh, groen! Hij gaat naar groen! Schiet op hem! Oké, wat een heerlijk schot, schat. Echt ook de laatste. Ook gewoon hier zo. Oh, ja. Dood. Nice. Woo. Goed gedaan, schat. Mensen, druk allemaal even op het duimpje omhoog. Vergeet het abonneren op mij als je het mocht gedaan gaan bij Superheld. Hopelijk zie ik u bij de volgende keer bij de Eggwars. En wat ik zei, hou heel goed mijn social media in de gaten. Want er komt een toffe giveaway aan. Zeg tegen uw mensen, tot de volgende keer natuurlijk. En ciao.